voor de komende 5-6 weken moet je voorstellen dat je moet leven in een bungalow. Met z'n tweeën of met al alleen. En daar moet je de kleren, het toiletspul, kookgerij, noem maar op. Dat moet allemaal meegenomen worden. Nou, dat halen ze er nu allemaal uit. Maar er is ook heel veel schade. Het is niet alleen roetschade, maar de liften doen het bijvoorbeeld niet. Die moeten hersteld worden. De waterleiding is geknapt, die moeten hersteld worden. Dus er valt nog heel wat werk te verrichten. En dat moet gewoon allemaal gebeuren. Als je met de vinger over de tafels gaat en over de meubels en over allerlei dingen, dan is het hartstikke zwart. De roet zit echt overal. En het is echt smerig. En als je een tijdje rondloopt, gaat het in de neus zitten. Ik ben er geweest na de brand, zeg maar. Ik heb er wel 3 dagen mee gelopen. Ja, sommige mensen hebben een auto natuurlijk niet. Er wordt vanmiddag gekeken in hoeverre daar de auto's het nog doen. Er wordt vervangend vervoer geregeld via de gemeente met een WMO-pas voor mensen die dat nodig hebben. Huishoudelijke hulp moeten mensen regelen. De post moet geregeld worden. Er zijn allemaal heel veel praktische zaken. Dus er zijn nu ook schade-experts, verzekeringsmensen. Salvage is er. Allemaal mensen die erbij betrokken zijn. Ook om de mensen te ondersteunen en om zaken te regelen. Hoe is het met de rest van de bewoners? Nou, er zijn er een paar die hebben zich erg aangetrokken. En dat is jammer. Ik kan er redelijk goed tegen, al ik heb wel een behoorlijk slaaptekort. Maar er zijn er een paar die hebben toch een behoorlijke tik gekregen. En de rest die vat het eigenlijk wel op van, het is niet anders. Het is ons overkomen. We zijn er allemaal levend uitgekomen. En het is materiële schade en dat is wel weer op te lossen. Ik heb wel eens betere kerstdagen gehad, ja. Ja, maar goed. Het is niet anders.